Op grond van het ziektebeeld van een patiënt of de aard van een ziekteverwekkend micro-organisme, bacterie, virus of schimmels, kan worden besloten om over te gaan tot geïsoleerd verplegen. Dat kan op een gewone patiëntenkamer of op een gesluisde isolatiekamer. Deze is namelijk alleen via een sluis, een afsluitbare voorruimte, bereikbaar. Verschil in luchtdruk tussen elke ruimte zal de lucht laten stromen naar de ruimte met de minste druk. Door deze sluiswerking zal het micro-organisme blijven in de ruimte met de laagste druk. Zo wordt overdracht van micro-organismen van of juist naar de patiënt beheerst. Drukverschil tussen de verschillende ruimtes is minimaal 5 pascal, maar mag ook meer zijn. 1 plus of min staat voor plus 5 pascal of min 5 pascal. Dubbel plus is dan plus 10 pascal. Er zijn 3 typen isolatiekamers. Bronisolatie, beschermende isolatie en universele isolatie. Mocht een patiënt een verminderde weerstand hebben en ook een besmettelijk micro-organisme bij zich dragen, dan kan universele isolatie worden toegepast. Dit is een combinatie van bron- en beschermende isolatie. Nu heeft de sluis de laagste druk. De luchtstroming gaat daarom van de gang richting de sluis en van de patiëntenkamer richting de sluis. De lucht met eventuele ongewenste micro-organismen wordt uit de sluis afgezogen en tegelijk wordt er schone gefilterde lucht de patiëntenkamer ingeblazen. De universele isolatiekamer is ook inzetbaar voor bron- of beschermende isolatiepatiënten. Controleer bij gebruik van een isolatiekamer altijd of de drukverschillen van de ruimtes op orde zijn. Weergave hiervan verschilt per ziekenhuis, bijvoorbeeld als een soort stoplicht of met een drukmeter.